Hey, goedemorgen, het is vrijdag 9:30 en het is bijna weekend, want ik ga niet de hele dag werken. Ik moet één tag editen en twee gewone vlogs en misschien dat ik nog iets anders ga opnemen. En verder is het klaar. Dan ga ik vanmiddag nog even naar de stad. Ik moet nog even naar de toko boodschappen doen en dat soort dingetjes. Dan ga ik lekker zouten maken vandaag. Oh, ik zal hem niet geven. Dus ja, ik ga eerst even ontbijten, verder wakker maken. En dan gaat mijn dag beginnen. En dan is het bijna weekend. Hey, het is bijna 1 uur. En ik ben klaar met werk voor vandaag. Ik ga nu eventjes wat opruimen. Kleren opvouwen. En dan ga ik nog even lunchen. En dan ga ik even naar de stad voor wat boodschapjes doen. En de zon schijnt. Ik ben zo blij. Ik heb de gordijnen gewoon echt wagenwijd open. Het is wel heerlijk. Lekker. Ik ben echt wel aan de zomer. Ik ben een zomermens. Ik voel me gewoon serieus waar. Ik hou echt van een bruine kleur. Maar ik voel me gewoon bleek. Zoveel hou ik van de zomer. Dat ik gewoon lekker donker wil zijn. Lekker. Warm. Op het strand. Cocktailtje. En toen, ik ga denk ik eerst even eten. Ja. Hey, we zijn net terug van boodschappen doen. We hebben lekker geluncht bij de Subway. En we hebben boodschap gedaan en nu ga ik lekker zoutsoep maken. En ik had een vette speciale cola, laat ik even zien. Kijk, Coca-Cola Life. Er zit in plaats van suiker zit stevia extract in. Ja, dat is wel lekker. En ik ben mijn ijsjes aan het koken. En dat zie je een patroon. Hij zit steeds daar te werken. En ik sta in de keuken. Alweer. Nee hoor. Vind ik niet erg. Ben je lekker bezig? Dit is het meest irritante aan zoutsoep maken. Kip bakken en hete olie. En dit is het leukste van zoutsoep maken. Zoutsoep is mijn lievelingseten. En het was vet lekker. En daarom heb ik niet echt gefilmd hoe het eruit zag en zo. Want ik ben echt weer gewoon gierig voor zoutsoep. Nee, niet zoutsoep serieus. Echt waar. Maar ik zit nu echt zo vol. Ik kan gewoon niet meer opstaan. En het is 7 uur. En ik denk dat ik even op de bank ga hangen. We zouden eigenlijk visite hebben dit weekend. Maar dat is niet doorgegaan. Dus ik heb eigenlijk een heel weekend niks. Helemaal niks. Dus ja. Ik ga wel even lekker op de bank hangen. Zo even lekker douchen. En dat soort dingen. Voor de rest niet veel. Hey, het is 10:30. En ik ben best wel moe. Maar ik heb net een verklaring ondertekend dat we een film gaan kijken. En dat ik de film kies. En dat Ferry dan de thee maakt. En de chips haalt. Dus ik hoef niks te doen. Maar Ferry gaat gewoon weer zoute soep eten. Vreedzak. Dus ik moet nu gaan kijken wat voor film we gaan kijken. En we hebben Netflix. En er is gewoon te veel... te veel keus. Dus ik ga hem denk ik maar even zeggen wat voor genre film we gaan kijken. En dan ga ik maar beslissen. En daarna slapen. En morgen uitslapen. Hey, we hebben net Fight Club gezien. Die vet oude film van Brad Pitt. En ik was die film aan het kijken. Ik dacht bij mezelf, waar gaat dit over? Het gaat helemaal nergens heen. Maar op het einde... Weet je, dan komt de clue van, oké, dat is het dus. Dus ik vond hem echt vet goed. Het duurde wel lang, echt 2,5 uur of zo. Dus ik ben nu ook echt kapot. Het is 1:15. En ik ga mijn tanden poetsen. En ik ga lekker slapen. Ik heb gelukkig al gedoucht, dus dat scheelt. Of ik dat nu nog niet te doen. Dus ik ga slapen. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen. Wel rusten. Doeg!